Het is nu zaterdag 9 november 2024. We zijn hier in Medina Sidonia. Hebben ze vergeten toen die tijd en dat was het afbakenen van de territoriale wateren. En dat is dus nog steeds op de dag van vandaag het issue, het onderwerp waar het op struikelt. Waarom? Algeciras, dat is de havenstad hier, die beweert als je dat kleine stukje ziet ten opzichte van het grote Spanje dat het nog steeds Brits is. Maar ja, het trekt ontzettend veel mensen. Zij zelf wilden natuurlijk, 96% wilden graag. Even ook iets moeten zeggen. Francis, het was weer geweldig. Ik heb het naar mijn zin gehad. En ik heb eigenlijk alleen maar mensen gezien die het ook naar hun zin hadden. Ja. Dankjewel voor het organiseren, maar niet alleen jij Francis, maar ook Paulina, Paulina, Patricia, Portuguesa, weet ik al. Ja, ik laat het bedanken van José, van onze geweldige chauffeur, over aan Francis, want die kan het veel beter doen in het Spaans. Maar ik heb het genoten en er zaten hartstikke leuke, veel verrassende elementen in. Ik denk dat de show vandaag met de paarden was hartstikke leuk. Ik heb een stuk of 6 van die shows gezien, maar ik heb toch genoten vandaag weer. Ik heb heel veel flamenco shows gezien, maar ook gisteravond was het toch net weer anders en net weer mooier en net weer iets anders met een geweldige gitarist. Ik ga les nemen bij hem. De verrassing vanochtend met de verjaardag van John van der Heijden. Ja, Johnny, was jij ook verrast? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, nee, dat was helemaal niet gemaakt. Ik denk het voor mij, maar goed. Ja, met de verrassing van John met zijn verjaardag. Alles bij elkaar. 3 hartstikke leuke, maar wel vermoeiende dagen. Francis, namens iedereen, hartelijk dank. Mag ik een applausje voor Francis en voor Patricia en alle anderen die eraan meegewerkt hebben. En van José, dat doet Francis. Ja.